is een beetje jammer. Zitten we in een groepje tussen de twee tenoren in. Tussen de groep Cunego Arcelli en de eerste. Daardoor dat hij niet in beeld komt natuurlijk. Ja, hij is aan het rijden voor de zesde plaats. De vierde geworden dit jaar in de Brabantse pijl. Di Luca. Simoni nu op kop hier. Met Basso. 4 kilometer. 4 kilometer voor de drie koplopers. Ze zijn in Pianas. En daar gaat Basso. Ja. Versnelling, Basso. Dat moet al de derde of de vierde van de dag zijn. Savodelli onmiddellijk op dat wiel en wordt deze aanval Simoni fataal. Ondertussen wordt Cunego bijna 5 minuten gemeld. Simoni eraf vooraan, het kan. Hij bijt op zijn tanden. Je ziet hoe vlug ze rijden, want de man die ernaast loopt, die moet echt een sprinter passen. Hij moet eraf. Nu onherroepelijk. Ja, het is een bijter hoor, Simoni. Die grote versnelling. Ook Di Luca nu op minder dan 4 kilometer van de streep. Wat een etappe. En wat een karakter van Simoni. Maar hij moet de twee koplopers nu meter per meter laten wegrijden. Twee mannen van de kleine molen. Basso en Savoldelli rondpeddelend. Simoni stoempend. Basso die nog even versnelt. Zowat de vijfde, zesde prik. En hij krijgt hem er niet af. Hij wil per se alleen aankomen, Ivan Basso. Ik denk dat als Basso Savoldelli er wil afrijden, dat het zou moeten gebeuren in de laatste 2 kilometer. Dat is ook zijn enige kans. En ik denk dat het daar ook kan gebeuren hoor. Ja. Veel bochten ook nog in die laatste 2 kilometer. Veel bochten maakt veel gelegenheid om constant die versnelling erin te plaatsen. En Savoldelli geeft geen krimp. Prachtduel op de flanken van Zoldo Alto. De Giro-winnaar van 2002 tegen de nummer 3 uit de voorbije Tour. Ik denk dat Gianni Motta na vandaag beter ergens in een hoekje kruipt. Basso heeft niet de moed om aan te vallen. Na wat we vandaag gezien hebben, zal hij morgen in de Italiaanse kranten zeker bedacht worden met het koosnaampje Ivan de Verschrikkelijke, Il Terribile. Wat een bezoekje van Lance Armstrong ook kan doen voor deze Savoldelli hier achterin. Ja. Maar moest ik Savoldelli zijn, dan blijf ik gewoon in het wiel van Basso. Kom ik er niet uit. Ja, hij neemt toch keurig over, ja. Maar ik denk dat dat hem misschien dan straks fataal kan worden. Ik denk het ook. Ik vrees nu voor het feit dat Savoldelli wil tonen aan Basso van man. Ik ben hier nog en ik kan echt nog gemakkelijk volgen hoor. Simoni volgt op 6 seconden van deze twee. Basso die zelfs buitenplaat trekt. Wel een makkelijker stukje hier, moet ik erbij vertellen. Tuurlijk, maar toch. Simoni op 6 seconden. Ze mogen hier niet wachten. Of hij komt terug. Dat is toch nog constant 2-3% hoor. En je hebt al 5 kilometer gekomen. Het lijkt bergaf, maar vergis je niet mensen. Het lijkt bergaf. En kijk naar die stijl van Savoldelli. Soepel, klein trappend. Ja, maar dat deed Di Luca daarnet ook op die laatste klim. En moest er toch onherroepelijk uit. Daar het verschil met Simoni. Simoni die nog eens alles eruit pest om weer in het wiel van de twee leiders te komen. Di Luca houdt min of meer stand. Gaat hoog in het klassement blijven. Basso is op weg naar de roze trui. Want het verschil tussen Basso en Savoldelli is 26 seconden. Dus ook als Savoldelli de rit wint, pakt hij te weinig bonificatie om Basso vandaag uit de roze trui te houden. Ja, ik denk in de laatste 150 meter die bergaf zijn dat hij geen tijd genoeg zal kunnen nemen, denk ik, op Basso. Hè. 20 seconden voor de winnaar, 12 seconden voor de nummer 2, 8 seconden voor de derde straks. Zo meteen boven op Zoldo Alto. Het zou mooi zijn, moest Savoldelli de rit winnen. Dat brengt de spanning, dat houdt de spanning erin. Absoluut. Twee kilometer nog. 13 seconden de achterstand van Simoni. Simoni die nu toch beetje bij beetje terrein moet prijsgeven. Het beroemde elleboggebaar
Basso vraagt nog eens om steun en Savoldelli wil nu niet meer overnemen. Ja, natuurlijk niet. Ik denk dat hij ook de laatste 2 kilometer kent. Ja, heeft het ook verkend. Ze hebben het beide hun huis gemaakt. Nu niet meer laten verrassen. Eentje aan de eerste haalspelbocht begint, is het de een na de ander nu. Je ziet ook bijna de top als je naar boven kijkt. En Basso versnelt al. Wie wint de eerste bergrit in de Giro? Di Luca op 45 seconden. Di Luca nu in het dorp, net voor de 2 kilometer. De rechte lijn is bijzonder kort, de laatste rechte lijn 75 meter. Di Luca die ook een beetje bij beetje terrein moet prijsgeven. Nu op 54 seconden gemeld van ons kopduo en ze zijn bezig aan die bochten. Ja, je ziet mooi het volk op de flanken staan. Het is de ene bocht naar de andere nu. Maar hoe sterk is Basso nog? Dat is de vraag. Heeft hij nog wat over? Trap nu iets groter dan Savoldelli. Ja. Het is ook vooral in die bochten nu dat het iets steiler is. Savoldelli zit perfect geplaatst om van achter de rug van Basso weg te springen. Ja. Maar kan hij dat ook? Hier zie je mooie de haarspelbochten nu. Basso in zijn derde ronde van Italië. Ooit maakte hij zijn debuut in de Giro. In 1999 was dat, toen hij leeggereden uit de koers moest stappen na 9 ritten. Zijn tweede Giro, 52ste in 2000. Rugano en Atienza worden op een minuut en 38 gemeld. Voorlaatste kilometer voor Basso en Savoldelli. Simoni op weg naar de derde plaats. Di Luca op weg naar de vierde plaats. De roze trui is voor Basso. Cunego, allez. Een andere keer misschien in deze Giro. Ja, nog een paar minuten moeten wachten erop. Bijna 5 minuten het verschil daarnet tussen Cunego en hier de twee leiders. Nu op 1100 meter van de streep. Basso nog altijd op kop. Savoldelli in dat wiel. Naar de laatste kilometer. De valk recht op de trappers. Ivan in het zadel. Gaan ze wachten? Gaan ze erom sprinten? Het ziet er naar uit. Daar hangt de vod. Laatste kilometer van een bloedstollende eerste bergrit in deze Giro d'Italia. Basso nog niks gewonnen dit jaar. Savoldelli, idem. Blanco erelijst in 2005. Dus er staat iets op het spel naast de schitterende klasseringen die ze straks zullen krijgen. Als Savoldelli hier wint, geeft hij de danken aan zijn enorme sterke dalerscapaciteit. No? Een goede 4 uur gekoerst. Simoni heeft een lange bocht achterstand. Zij gaan er een sprintje van moeten maken hier. Ivan of Paolo. De harten van de Italianen verdeeld. Spanning te snijden in die laatste meters bergop. Simoni heeft een prachtetappe gereden. Hij deed de boel ontploffen op de Duran. Di Luca bleef bijzonder lang in het gezelschap van Basso. Basso die met een stuk of 6 demarages deze etappe volledig naar zijn hand zet. En hier het leertje Vespas erachter. Savoldelli nu al een hele tijd in het wiel van Basso. En Simoni lijkt me wat dichterbij geslopen. Dat we zo meteen kunnen meten. Hebben ze een afspraak? A la Armstrong Basso vorig jaar op La Mongie. Zou ook kunnen natuurlijk. Jij de rit, Savoldelli, ik het roze. Basso kan altijd. Ja, kan altijd natuurlijk. Basso, met een schijnbeweging. Waar komt die sprint? Graag een beeld, ja. Savoldelli recht op de trappers, op minder dan 300 meter van de streep. Gaan bergaf nu. Basso, en nu komt Savoldelli misschien.
Hij zal moeten komen. Ja, hij komt. Nou ja, hij zit nu in het wiel. Sprint wordt laat op gang getrokken. En dan gaan we Basso zien winnen. Ja. Savoldelli zit nog altijd in dat wiel. Nu komt hij langs zijn. Mooi sprintje is dat voor de ritzegen. En we gaan nog een finishfoto krijgen. En Savoldelli wint de etappe. Basso pakt de roze trui. Fenomenale bergrit in Zoldo Alto. Prachtige conclusie. Geen cadeaus. Er simpelweg voor sprinten. Sprint lang uitgesteld. Heel diep gegaan bij de tenoren. Wat een spektakel. En Simoni op weg naar de derde plaats in deze fantastische etappe. Op 21 seconden nu binnen. Gilberto Simoni wachtte nu op die Luca. Eerste zege van het seizoen voor Paolo Savoldelli. Il Falco, met dank aan die afdalingscapaciteiten van hem. Di Luca, prachtige etappe gereden. Maar na 5 dagen roze trui moet hij een spijtig genoeg afgeven. De winnaar van de Waalse Pijl, de Amstel Gold Race. Hij reed mee in een misschien, zullen ze later zeggen, historische etappe. Arrivo voor Danilo Di Luca op 1 minuutje en 1 seconde. Savoldelli met de uitleg. Konden we net niet meepikken. Hier komt Atienza. Vijfde man. Atienza wordt dus vijfde op iets meer dan 1,5 minuut. Mooie prestatie. Maar de man van Cofidis die ze verwacht hadden was eerder Bertagnoli. Maar de Spaanse Zwitser eindigt hier vijfde in deze bergrit op 1,50. Naar Wim van Uffel. Daar komt hij. Knap. Aan sprinten voor de 6e plaats. Nog 6e zou kunnen worden. Als dat zou lukken. Ja, dat wel. Hij gaat Caucioli erop leggen. Van Uffel op weg naar de 6e plaats op Zolle Alto. Ja, ja, jawel. Ja, ja. Van Uffel 6e, Caucioli 7e. En dan dacht ik Conchar op de 8e plaats gezien te hebben. Brusegin met Sella. Conchar inderdaad 8e geworden. Sella met Bellotti of Algan natuurlijk. Algan. Hier Ardila. Ardila. Ja. Binnen op de 9e plaats op bijna 2,5 minuut. Twee Davitamon Lotto's in de top 10. Chapeau. Nu voor de 10e plaats is Algan. Lemevel denk ik. Lemevel? Ik denk het. Wachten op bevestiging. Sella in elk geval 11e. Nu Oza. Met Carpets. Ja. Kessler ook. Kessler ook, ja. En is dat dan Foten, de jonge Foten? Het zou best kunnen. Garaté. Naar de streep. Ja, Garaté. Rugano zou 10e geworden zijn. Ardila 11e, maar dat onder voorbehoud. Computer geeft Russel van Houden onvolledige resultaten. En ja, dat kan niet. Algan, 12e, wel degelijk. Sella, 13e. Brusegin op 14. Pozzo Vivo op 15. En nu de aankomst op 3,5 minuut van Garaté. Nog eens kijken naar dat sprintje. Niks afgesproken. Volle bak. En Savoldelli net de snelste, want het ging ook bergaf. Ja, ja, ja. Ja, dat is zo. Dus de groep Cunego binnen op 6 minuten en 2 seconden. Zo daar zien we de rituitslag en kijk vooral ook vanuit Belgisch perspectief naar de 6e plaats van Wim van Uffel, de man uit Nijlegem. 6e op 2 minuten en 3 seconden van de grote in deze Giro, Paolo Savoldelli. En als door een wonder zit Wim van Uffel nu naast ons. Wim, heel erg gefeliciteerd. Ik denk dat we niet overdrijven dat maar weinige mensen dit verwacht hadden in België. Een 6e plaats in zo'n bergrit. Ja, weinig mensen misschien wel, maar de familie, zeker mijn vrouw en schoonouders
denk dat zij dat zeker verwacht hadden. En ik wist ook zelf dat ik dat kon. Maar ik moet zeggen dat ik zesde kon worden, dat ik eigenlijk niet verwacht dat het zo dicht ging zijn. Maar ik dacht, of ik wist wel, een top 20, dat moest zeker lukken.